welkom bij deze nieuwe video. Ik denk dat mijn haar gelijk opvalt. Ik heb de lichtere pluk nou echt blond gemaakt naar 100 jaar. Dit was dus het doel wat ik echt wou. En ik vind het wel leuk. Ik weet dat heel veel mensen dit gaan zien en denken van Sarah, oh mijn god, ik vind het echt niet mooi. Maar just have some fun in your life. Het is gewoon leuk om af en toe van dit soort gekke dingen te doen. En ik vind het echt super cute en wel leuk. En het maakt me een beetje apart. Ik heb niet echt veel mensen gezien die dit zo hebben. Maar goed, we hebben het vandaag niet over mijn haar. We gaan vandaag weer leuk make-up testen. Ik weet dat heel veel mensen dit soort video's super vinden. En ik vind ze ook echt heel leuk om te maken. Dus ik ben weer heel erg benieuwd naar alle nieuwe make-up die ik heb gehad. Ik heb het gehad en gekocht. Allebei een beetje. En ik ben ook vandaag gesponsord door Lookfantastic. Dus ik ga hun box ook openen. En ook die spulletjes gebruiken. Dus let's begin met de video. We gaan het vandaag niet te lang maken. Vergeet niet te liken en te abonneren en dan kunnen we snel verder. Nou, dit is dan het bakje vol met alle nieuwe make-up. Ik ben echt weer zo benieuwd. En ik heb hier mijn Lookfantastic box. Die ziet er echt prachtig uit. Ik ga hem eerst even unboxen om te kijken wat erin zit, obvious. En dan gaan we die producten ook gebruiken. Voor de mensen die de box niet kennen, Lookfantastic is een maandelijks beauty box abonnement. Je hebt dus voor €15,50 elke maand zo een box met 6 beauty producten. En elke box is €50 of meer waard. Elke maand heeft ook een thema. En die van deze maand is hydration. Dus alles omtrent de zomer en gehydrateerd blijven. Dus ik ben benieuwd. By the way, mocht jullie willen aanmelden voor de box, ik zet de link in de beschrijving. Nou, dan gaan we hem openmaken. Dit is dus wat erin zit. Allereerst hebben we een magazine van Elle. En dan heb je hier het boekje met de uitleg van alle producten in de doos. Dan zitten hier alle producten in. Ik heb hier een make-up remover handschoen. Handig om je make-up eraf te halen, obvious. Ik heb hier een gold eye patch. Ik heb een hydraterende dagcreme. Ik heb hier een body gel. Ik heb een Illuminating Micellair Water. Hiermee kun je ook je make-up eraf halen. En een liquid eyeliner stick. En hij is dik. Oh mijn god, goed bezig Sarah. En dan is hij leeg. Nou, super leuke producten. Dit is dan de body gel van het merk Aromatherapy Associations Revive. Ik weet niet precies, maar ik wil hem wel even opdoen. En ik ga hem gewoon zo aanbrengen. Oeh, hij ruikt echt super lekker. I like it. Een body gel trekt ook altijd lekker snel in. Dat vind ik altijd wel fijn. En dan heb ik hier ook de gold eye mask. Die wil ik ook gaan opdoen terwijl ik me ga opmaken. Brightening and affirming. En er zit hyaluronic acid in. Dat is altijd super hydraterend. Dus ideaal. En je moet een 10 tot 15 minuten oplaten. Nou, dat is handig. Want dan kan ik mijn oogmake-up doen terwijl dit erop zit. Nou, dan ga ik beginnen met mijn oogmake-up. Hier heb ik nieuw van Root Cosmetics dit oogschaduwpaletje. Hij is een beetje vies. De Dirty Mother oogschaduwpalet. Met deze prachtige kleuren. Ik heb die gehad in PR van Root Cosmetics. Dit merk is gewoon te koop bij Bougie Shop. En dit paletje ook. Ik ga hier gewoon even een make-up lookje mee maken. Ik ga beginnen met het primen van mijn ogen. Met de MAC Soft Ochre Paint Pot. Ik begin met de lichte matte crème kleur. Die heet Ice Cube. En die breng ik aan zo onder mijn wenkbrauw. Dan pak ik de lichte bruinachtige kleur, die heet Headache. En ik gebruik mijn grote fluffy kwast van mijn kwastlijn Sarah Marie Cosmetics. En hiermee ga ik zo in mijn hele akkaarboog. Oh, er komt heel veel pigment van af. Dan pak ik weer die matte crème kleur en daarmee ga ik er een beetje overheen om het iets minder te maken. Want ik had niet verwacht dat er zoveel van af zou komen. Dan pak ik de donkere paarse matte kleur, die heet 80 Proof. En ik gebruik nog steeds dezelfde grote fluffy kwast. En hiermee ga ik ook in mijn arcadeboog. En ik blijf een beetje onder die andere kleur. En hiermee ga ik het iets meer donker maken en iets meer paarsig. Dan pak ik de meest donkere kleur in het paletje en die heet Crank. En ik pak nou een iets kleinere fluffy kwast. En hiermee ga ik er ook een beetje onder om het nog donkerder te maken. Maar ik blijf nou echt hier ver onder. Ik ga weer zoveel kleuren gebruiken als kan. Dan pak ik mijn Colourpop concealer om de cut crease te maken in de kleur Light 16. Nou, de cut crease wilde niet helemaal goed gaan vandaag. Maar goed, voor nu laat ik het gewoon even zo.
Deze kunnen er nou af. En dan moest je het gewoon zo een beetje verder insmeren. Dan pak ik weer die lichte matte kleur. En met die kleur ga ik de concealer zetten. Zodat het niet gaat creasen en gewoon op zijn plek blijft. Dan pak ik deze prachtige glanzende kleur. Die heet Trashed. En dan pak ik deze kleine eyeliner kwast. Dit is de Sigma 1E06 kwast. Maak ik nat met fixing spray. En dan ga ik met die oogschaduwkleur mijn cut crease liner volgen. Nou, dat ging op zich best wel goed. Ik moest er wel echt een aantal keer overheen om het zo fel te maken. Maar dat komt ook door de concealer die eronder zit. Dan pak ik uit mijn beauty box Ico London Fat Liquid Eyeliner Pen. En daarmee ga ik een wing eyeliner maken. Er staat ook extra op Dramatic Long Wear. En ik ga ook een hele dramatische wing maken, dus dat is ideaal. Ik doe altijd een beetje zo schudden. Wow, dat is heel zwart. Het punt is wel echt heel dik. Ik hoop dat het een beetje gaat lukken om een wing te maken. Nou, het is gelukt. Het ging op zich vrij snel. Het is wel een beetje moeilijk. Want ja, hij is dus echt best wel dik. Maar hij is wel heel zwart en hij is mat en je bent snel klaar. Dus dat dan weer wel. Dan pak ik een make-up wipe. En dan ga ik het hier mooi strak maken. En dan pak ik de andere prachtige glanzende kleur, die heet Crash. En dan maak ik ook weer zo een lijn, maar dan boven de eyeliner. Oké, dan is het voor nu even klaar met de oogmake-up. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n fan van de eyeliner pen, want hij is gewoon echt super dik. Ik zou hem eerder gebruiken voor een smoky eye, als je gewoon alles zo onder kunt kliederen. Voor mascara heb ik ook iets nieuws van Gosh. Heb ik de Bombastic mascara. Nou, hij is echt huge. Zal ik hem even met een andere vergelijken? Dit is de Benefit mascara. Kijk dit verschil. Hij is echt super groot. Nou, hij is zeker bombastic. Oeh, ik vind hem wel fijn. Je kunt lekker snel doen. Hij krult ook heel mooi. Oké. Ik heb by the way de mascara ook gehad in PR. Wauw, ik vind het oprecht een fijne mascara. Qua neppe wimpers heb ik niks nieuw. Dus ik ga voor mijn Tati TL4 wimpers. En dan ben ik zo terug. Wimpers zitten erop. We kunnen beginnen aan het gezicht. Ik ga mijn gezicht primer met een product die ik al heb. Ik gebruik mijn Guerlain L'Or Primer. Dus als de foundation niet goed gaat zijn, ligt het in ieder geval niet aan de primer. Voor foundation heb ik de Benefit Hello Happy Foundation. Maar dit zijn de nieuwe. Superleuk. Ik heb ze gehad in PR ook. Ik heb gehad in kleur 4 en kleur 6. Ik weet niet waarom ze kleur 5 hebben overgeslagen. Maar ik heb gewoon die twee kleuren gehad. Kleur 4 oogt iets te licht, dus ik ga voor kleur 6. Dit is de originele Hello Happy van hun. En dit is een foundation met een lichte dekking. En die heb ik hier in kleur 4. Maar kleur 4 is dus al iets te licht hier. Dus vandaar dat ik dan hier kleur 6 pak. En dit is ook een Hello Happy foundation, maar dan met een medium dekking. En er staat op dat die 12 uur lang op je gezicht goed blijft zitten. En er zit hyaluronic acid in. Dus het hydrateert ook je huid. Ik breng het aan met mijn zwarte beauty blender. Ik vind hem denk ik iets te donker oranje. Misschien dat ik moet mixen met 4. Ja, dit is weer te licht. Oh my god. Ik ga er gewoon zo mee overheen. Ja, kijk. Zo gemixt is het al een stuk beter. Oké, ik ga dus gewoon nou steeds 4 en 6 mixen. Wauw, mijn gezicht is echt super smooth. Hij is ook zo mooi glanzend. Het heeft een beetje een naturel finish. Het is zeker een medium dekking. Voor concealer iets wat ik gewoon heb gekocht. En dat is de Elf Cameo Concealer. Hele hype, schijnt super super goed te zijn. Ik heb hem in de kleur medium scent. Het was wel echt een struggle om de goede kleur te vinden online. Want elke swatch was anders. Dus ik heb maar gewoon een video van iemand opgezocht met mijn huidskleur. En die gebruikte een medium scent. En nu ik hem ook zie, is hij inderdaad best wel licht. Maar op de swatches en op internet oogt hij echt super donker. Dus ik wilde gaan voor een andere kleur, maar ik ben blij dat ik die video heb opgezocht. De applicator is echt huge en hij is super goedkoop. Dus ik ga even deze aanbrengen. Wauw, dat is echt heel veel dekking. Oh, en de concealer claimt dat hij 16 uur goed blijft op je gezicht. Nou, dat is top. Wauw, ook weer super mooi. Kijk hoe licht die kleur is. Oh mijn god, dit is toch geen medium kleur? Mensen, als je de concealer ook wilt halen,
pak geen lichte kleur. Pak een kleur die te donker oogt. Wow, de concealer heeft echt super veel dekking. Hij is niet te dik, hij is gewoon heel mooi smooth. Maar hij is niet echt voor de alledaagse school make-up look. Het is wel echt voor een full beat. Of voor mensen die echt gewoon heel veel wallen hebben en al die soort dingen. Is hij echt ideaal. Qua poeders heb ik niks nieuw. Dus ik gebruik gewoon mijn Fenty poeder in de kleur Poundcake. Nee, Poundcake. Butter. En dan weer er gelijk afhalen. Dan pak ik ook mijn Benefit Hello Flawless poeder om er weer overheen te gaan. Dat doe ik ook altijd. En dan ook even snel contouren met mijn Ethos poeder. En dan een beetje MAC Fix Plus. Nou mensen, mijn gezicht is echt zo smooth als maar kan zijn. Wauw, ik vind mijn gezicht echt super mooi. Het is zo smooth. Dan ga ik mijn ogen afmaken. Ik doe een zwart oogpotlood in mijn waterlijn. En dan ga ik die twee kleuren met elkaar mixen. En die aanbrengen op mijn onderste wimperrand. En dan pak ik deze lichte glanzende kleur. En die doe ik in mijn binnenste ooghoeken. En dan weer een beetje mascara op de onderste wimpers. Oké, dan ben ik klaar met de ogen. Wat vind ik van dit paletje? Ik vind het een beetje een wow. Ik vind hem niet heel goed. Ik vind hem ook niet heel slecht. Voor 12 euro heb je betere paletjes van de Revolution. En ik vind ook al deze kleuren te veel op elkaar lijken. Het is niet echt een paletje die ik echt met mijn geld zou halen. Nou, dan ga ik mijn gezicht bronzen. Daarvoor heb ik iets nieuws van Catrice. De Lumi Nice Highlight Bronze Glow Palette. Dat is dit paletje ook nieuw van Catrice. Heb ik ook van hun gehad in PR. Dan heb je hier een bronzing highlighter. Heb je hier een gewone highlighter en hier heb je een soft highlighter. En dit is in de versie 020 Feel Gold. Ik wilde dus die gaan gebruiken als bronzer, maar hij glanst echt superveel. Ik denk dat dit gewoon echt een highlighter paletje is voor verschillende huidskleuren. Dus ja, nou heb ik geen bronzer. Dus ik ga even gewoon eentje pakken die ik al heb. Ik gebruik mijn MAC Give Me a Sun. Voor blush ook nieuw Revolution blush in de kleur Baked Peach. Is denk ik meer geschikt voor mensen die iets donkerder zijn dan mij. En ik had hem iets minder heftig verwacht. Maar ja, ik ga hem wel gewoon opdoen. Wat ik wel echt onnodig vind is de huge verpakking. Zoals je ziet, hier is gewoon helemaal niks. Dus ik weet niet waarom het zo groot moet zijn. Maar goed, ik raak echt bijna gewoon niet mijn gezicht aan. Ik vind hem wel mooi, maar hij is gewoon te donker voor mij. Nou, ik heb nou lekker veel blush op. Dan ga ik deze highlighter gebruiken. Oeh, mooi. Dit is de heftige van de twee. Oh, ik vind hem echt heel mooi. I like it. Ik zal er iets minder aan die kant doen. Dan kun je die ook zien voor de mensen die het allemaal niet zo heftig willen. Kijk, dit is een stuk minder. Kijk, het verschil. Hier is echt heftig en hier gewoon iets minder, maar nog wel mooi. Maar ik ga voor heftig, dus ik ga die ook hier doen. Wauw, ik vind het echt heel mooi. En dan pak ik die. En die doe ik dan zo hier bij mijn voorhoofd. Oeh, ook heel mooi. Wauw, echt een top paletje dit. En dan pak ik weer die heftige. En die doe ik dan ook zo op mijn neus. Voor de lippen ook iets nieuws. Allebei van Catrice. Ik begin eerst met een Catrice lipstick. Dit is de Lip Glow Glamorizer in de kleur 10-1 Gold Fits All. Deze verandert dus van kleur of zo. Tenminste, of niet? Wacht. Ik weet niet hoe ik erbij kom dat hij van kleur verandert. Het is dus echt een fel roze. Oeh, hij ruikt naar snoep. Oeh, mooi. Heftig. Maar wel mooi. Er staat wel op dat hij van kleur verandert. Misschien dat hij zich aanpast aan jouw lippen of zo, I think. En dan heb ik hier de Catrice Plump & Shine Gloss. Deze heb ik al, maar dan in een andere kleur. Maar dit is dus echt een prachtige, gouden, glanzende kleur. Oh my god, dus ik wil die ook even opdoen. Haal ik dit weer af. Ik doe wel even iets eronder. Ik doe de Fenty Liquid Lipstick eronder in de kleur Unbutton. Unbutton is gewoon een nude kleur. Zo, en dan kan deze er overheen. Dit is in de kleur
Golden Zircon. Deze van Catrice. Gewoon allemaal zijn echt top. En dan als laatste ook gehad in PR van Root Cosmetics. Hun Shine Control Makeup Mist Spray. Wow, hij is echt best wel groot. En het is de Shine Control. Dus ideaal voor mensen met een vettige huid. Niet dat ik dat heb, maar goed. Oké, ik moet zeggen, hij stinkt. En de spray is niet zo fijn. Oké, dan heb ik nog over de make-up remover glove. En de micellair water. Dus ik ga deze ook gebruiken om mijn make-up eraf te halen. Nou, dit is dan hoe de look is geworden. Ik heb al verteld wat ik van alles vind. Ik vind in principe alles prima. Het enige wat ik niet zo fijn vind, de spray en dit oogschaduwpaletje. Meer richting nee dan richting ja. Deze foundations en de e.l.f. concealer. Echt geweldig. Kijk hoe mooi mijn huid is. Like, oh my god, echt. Iedereen halen. En de Catrice highlighter is ook echt super, super mooi. Nou, ik ben heel blij met hoe de look is geworden. Oké, dit moet wel snel, want mijn batterij is bijna leeg, jongens. Eerst gaan de wimpers eraf. Dit is dan de micellair water. Is van het merk Naob heet het. Ik ga hiermee mijn oogmake-up eraf halen. En dan gewoon zo indrukken en dan wrijven. En ik ga het ook gebruiken voor mijn wenkbrauwen. Die moeten er ook af. En mijn lippen. En dan ga ik ook de glove gebruiken. Die hoef je alleen maar nat te maken met water. En dan haalt hij je make-up eraf. Dus ik ben benieuwd. Oh, super cute. Kijk hoe klein. Ik ga hem even snel nat maken. En dan ga ik hiermee mijn gezicht make-up eraf halen. Ja, hij haalt het wel echt af. Zoiets is echt super handig voor to go. Of als je gewoon ergens bent en je niet je hele make-up afhaalroutine kunt doen. Dan heb je gewoon zo'n snelle washandje die het eraf haalt voor jou. Die kant is vies, nou de andere kant. Super handig dit. Al is mijn nachtroutine wel een aantal stappen. Dus voor mij, ik zou het niet per se echt vaak gebruiken. Maar voor de mensen die niet een 800 stappen routine hebben, is dit echt ideaal. En ook die zich niet echt heel veel opmaken, vooral als je niet te veel opdoet. Ik heb nou al echt heel veel op. Is dit echt top. En je hebt alleen maar water nodig. Kijk, hij haalt het er wel gewoon echt af. En ik had nou echt veel op. Nou, dat was het dan. Nou, dat was dan het einde van de video. Weer zonder make-up op. Ik hoop dat iedereen weer heeft genoten. Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Abonneren kan door hier op mijn hoofd te klikken. Ik plaats ook twee video's die je ook kunt gaan bekijken. En dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg!